Sydney, welkom. Vertel eens, wie ben jij? Ik ben Sydney, ik ben 29 jaar en ik woon in Torhout in West-Vlaanderen. Qua hobby's is voornamelijk film en muziek. Ik werk in een metaalfabriek als lijnbevoorrader. Oké, super. En wat is de reden waarom je hebt ingeschreven voor de verkiezing? De reden is voornamelijk omdat ik wil aandacht besteden aan werkvreugde op het werk. Een betere samenleving tegen pesten, tegen de agressie die in het werk ontstaat. Op het werk nog altijd, ja. Tegen de holibiegemeenschap. Heb je zelf al zo ervaringen gehad met pesterijen op je werk of zo? In het begin, als ik daar kwam werken, was dat in het begin een beetje stroef. Mm-hmm. Maar ik heb dat eigenlijk redelijk snel een beetje onder controle gekregen. En alles is nu eigenlijk in goede baan. Het zijn natuurlijk nog mensen die die steun wel nog nodig hebben. Ja. Oké, super. Ik heb nog een laatste leuk vraagje. Ja. Stel dat je thuis een dinertje organiseert en je mag 4 personen uitnodigen. Wie zou je dan uitnodigen en waarom zou die dan bij jou mogen langskomen? Dat zou mijn beste vriendin Evelien Driessens zijn en Linda. Omdat die twee dichtst bij mij aanleunen qua familieleden. Het zijn eigenlijk geen familie, maar het zijn mijn beste vrienden. En voornamelijk dan nog mijn broer en mijn zus. Omdat ja, ze hebben de steun ook nodig. Ja. En die wil ik hun geven. Oké, super. Dankjewel en veel succes nog in de campagneperiode. Dankjewel.